Alkashonite, ik ben Mark en we vragen hier weer met Prison Architect. Zoals jullie kunnen zien, hebben we de vorige aflevering best wel wat gedaan. En ik ga deze aflevering gewoon weer verder met waar we gebleven waren. Ik wil in ieder geval in deze aflevering, dan wil ik in ieder geval een aantal cellen gaan maken voor de gevangenen. Dat is op zich natuurlijk wel heel logisch dat ik dat wel moet doen. Dus ik wil ook eigenlijk even wat grotgebied erbij hebben. Dus in de tussentijd ga ik eventjes een beetje muren lopen bouwen. Ja, bouwen. Ik ga gewoon even een gewoon cel. Dat is 4x5. Ik denk dat als je het dan zo groot hebt, dat het dan wel goed is. Dus zo is het 4x5. Dit is dus ongeveer de grootte van één cel. Zo blijven dat gewoon eventjes was zo mooi nederhalen. Oké. Zoveel cellen komt er bij de eerste. Dus dan heb je de 3, 6, 8. En dan komen er nog wel heel wat meer bij. Dit wordt dan ongeveer één cellenblok. Zo ongeveer. En dan wat dit is de doorgang. En wil ik hier boven ook nog wat cellen bij hebben. Nou, ik heb iets ontgrendeld. Mooi. Zo. Kijk, dit wordt gewoon ongeveer één cellenblok. Het lijkt me wel groot genoeg voor de eerste cellenblok. En dan heb je dus 8, 16, 20, 24 cellen in één cellenblok. En dan moeten we er natuurlijk wel wat meer bij hebben. En ik wil het dan ook een beetje gaan indelen voor minimale beveiligde en dan medium. Dus dan moeten we een beetje goed gaan regelen hoe we dat gaan doen. Oké, dan weer drie tussen. En dan hier. Zo, iedereen gaat eten. Namonam. Ja, deze die kan dan. Oh, niet zo ver. Dit kan dan wel gewoon weg. Omdat hier natuurlijk al een muur zit. Omdat we natuurlijk wat meer normale beveiliging hebben. We hebben er 45 en hier kunnen de 24 per gedeelte in. Moeten we natuurlijk wel wat meer in, denk ik, erin gaan doen. 11. Mensen zijn agressief, hè? Jezus. Oké, maar ik denk dat ik gewoon hiermee ga beginnen. Zodat we in ieder geval twee celblokken hebben. Logistiek. Volgens mij hebben we dat nodig om de... Nee, oké. Dat is van het werk. Gedeelte. Intelligentie. Patrouilles. Surveillance. Dus ga ook alvast even wat... Schoonmaken ze aan. Nemen. En deze. Nemen we ook eventjes. Mooi. Deze even aan. En dan gaan we even weer een nieuwe subsidie regelen. Beveiliging. Nou, gelukkig ben ik daar al heel goed mee bezig. Patrouilles. Wees drie bewakers aan. Hoofdbeveiliging. Wat nou weer? Een van de gevangenis. In onze gevangenis met minimale beveiliging is onlang is in spraak rechts. Als een hoofdpief in de bende. Maar nu weet iedereen wie hij zij is. Ah, dat probleem heb je af en toe ook nog.
we duwen daar gewoon even de deur in. Dat denk ik dat hij wel nog kan runnen. Zetten de waterleiding ook wel even wat verder neer. Ik ga toch voor voorzorgmaatregelen ga ik niet hier de waterleiding neerzetten. Ja, ik denk ongeveer tot zo neer. En dan komen de rest gewoon allemaal kleine leidingen. Dat lijkt me wel verstandig. Oké, voorwerpen. Dat moet een gevangenisdeur worden. En dan moet er hier eigenlijk ook eentje komen. Dus blauw drukken. Dit stukje wel even weg, ja. Zetten we daar gewoon mooi twee gevangenisdeuren in. Plus ik alvast muren die ze niet zelf maken. Want ik ga dat natuurlijk gewoon met snel doen. Want dat is altijd wat makkelijker dan dat ik het allemaal zelf moet doen. Vereist kantoor. Oh ja, dan hebben we dat probleem. Omdat we daar geen kantoor hebben, dus ik maak er gewoon even twee aan. Zo. Mag die nog kiezen ook? Geweldig. Er komen weer binnenkort gevangenen aan. Want de gevangenen die hebben wel nodig voor het geld op het moment. Ik ga er ongeveer vanuit van tot maximaal 100. Totaal mogen er gewoon 100 zijn. Vullen tot 100, ja, precies. Oké. Hier maak ik even metaaldetectors. Of die plek heb ik even neer. Gaan we ook wat condensators even neerzetten, want daar hebben we nog de mogelijkheid op. Ik zet ze gewoon allemaal neer, want dat is toch het makkelijkst. Dan hoef ik daar ook niet meer over, over te houden. Dit is een onveilig punt. Oh. Dat komt omdat het een gebied is met ja. Slopen die boel. Maar dit is ook veel fijner. Alleen moet je natuurlijk altijd wel goed klikken. Niet dat het dan verkeerd wordt neergezet. Onvoldoende geld. Oh. Pannenkoek. Heb je dat echt zoveel geld nodig? Nee, maar waarom zijn ze agressie? Problemen. Ik ga vannacht gewoon even een roll call doen. Want dat is ook een nieuwe optie.
Waar zijn de tasers? Huh? Wow, wacht, hè? Who the fuck? Waar is de deur? Oh my fucking god. Betere deur. Dit is wel heel erg. Ja, dan zit ik zo wel in de problemen weer. Hey. Oh my fucking god. Oké, werk. Onveilig, ja, vind je het gek? Ik ga er hier gewoon echt heel wat neerzetten. Ik denk het wel dat we een aantal bewakers weer moeten aannemen. Jee. Yep. Oh, daar heb ik ook nog geen geld om dit te kunnen repareren. Oh, ha ha ha, leuk. Patrouilles van bewakers. Zo. Subsidie. Even wat meer bewakers innemen. Aannemen, wat dan ook.
Zo. Gaan we gelijk even wat meer cellen even regelen. Na die ontsnappingsramp. Zo, dat moet er maar zo. Want ik wil niet dat er weer heel wat gevangenen ontsnappen via deze hele makkelijke poging. Oké, even drie bewakers daar. En nog een aantal hier. Ja, en dan gaan we hier nog even de cellen regelen. Hoppa. Honden, wapenkamer. Overal toegankelijk. Gevangenisbeleid, onderwijs. Iets. Vind ik ook altijd zo schet irritant. De wagens zitten in plaats van beton naar steen. Beton is sterker, denk ik. Ja, en dan moeten we straks aan deze kant nog. Oké, laat ik deze twee kantoren ook maar even alvast neerplempen.
Zo. Eigenlijk moet ik de kantine en de keuken ook eventjes wat meer uitbreiden. Ja, uitbreiden. We hebben echt gewoon zielig paar meubeltjes en dit zit. Misschien hebben ze gewoon wel honger, dat kan zo ook zijn. Dat daar de problemen komen. Dat zal best wel een logische reden zijn eigenlijk. Uh-oh, dat is gevallen. Ga hierheen. Ha. Jezus, Mina. What the fuck is going on? Wat moet ik hiervan zeggen? Oh, ik weet het niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Kijk of we gewond te zijn. What the fuck? En er zijn er weer zoveel tyfus mensen dood ook nog. Man, dit gaat echt heel goed. Ik wou eigenlijk misschien nog de keuken gaan fixen, maar ik denk dat ik dat toch maar gewoon de volgende aflevering doe. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.